Want we hebben nieuws uit Europa. Dat uit de NAVO-wereld. Gisteren was er in de zijlijn van de Eurotop, die ging over het innemen van nieuwe topposities in Europa. Zagen we dat er een hand geschud werd. Nou, niet heel warm, maar toch. Tussen Orbán en Rutte. En dat ging allemaal over het rechtzetten van de onenigheden tussen die twee mannen. We zagen een beetje een zuurlachende Orbán. Maar het lijkt erop dat hij zijn steun gaat geven aan de kandidatuur van Rutte als het gaat om zijn ambitie om die functie van Jens Stoltenberg over te nemen, secretaris-generaal van de NAVO te worden. Daar hadden we eerder vanmorgen al met Stefan de Vries, onze Europa-correspondent, een gesprek over. En wie schetst onze verbazing, komt net een bericht uit dat ook iemand anders, waar je al aan refereerde, Stefan, vanmorgen, namelijk de Slovaakse president, om lijkt te zijn. Vertel. Ja, de nieuw gekozen Slovaakse president Peter Pellegrini heeft zojuist in een persconferentie gezegd dat hij dat Slowakije dus de kandidatuur van Mark Rutte zal steunen. Moet wel wat voor teruggegeven worden. Slowakije heeft de Nederlandse premier, demissionair premier, gevraagd om in de toekomst de bescherming van het Slovaakse luchtruim te helpen oplossen. Dat is nu onbeschermd. Volgens de Slovaakse premier heeft Mark Rutte zich bereid verklaard om dit verzoek in behandeling te nemen. Dus handjeklap. Het Slovaakse luchtruim is beschermd en Rutte kan rekenen op de steun van Slowakije. Oké, dat is volgens mij een hardere toezegging dan we nu uit Hongarije gehoord hebben van Orbán. Dat was een handje, daar is van zegt een woord voor, dat was een goed gesprek. Daar is nog niet hardop uit Hongarije gekomen. Wij steunen de kandidatuur van Rutte. Nee, maar ik verwacht dat dat een formaliteit zal zijn. Okay. Viktor Orbán heeft er natuurlijk een handje van om tot op het laatste moment zijn kont tegen de krip te gooien. Ik denk dat hij zichzelf trouw zal blijven en ook opnieuw op het laatste moment overstag zal gaan. Maar het ziet ernaar uit dat Hongarije wel aan boord is. De enige onzekerheid is dus Roemenië. Ja. Dat is opmerkelijk. Klaus Johannes, de president van het land, is de enige officiële tegenkandidaat. Nou, die ontbrak afgelopen weekend op de vredestop in Zwitserland, de top over Oekraïne. Ja, en dat is natuurlijk niet zo'n goede beurt als je de baas wil worden van de NAVO, dat je dan op zo'n belangrijke plek afwezig bent met heel veel regeringsleiders waar je nog even campagne had kunnen voeren. Dus iedereen vraagt zich af, wat wil Klaus Johannes? In ieder geval lijkt het erop dat nu 31 van de 32 lidstaten van de NAVO achter Mark Rutte staan. En dat betekent dat de demissionair premier eigenlijk bijna direct van Den Haag naar zijn nieuwe baan kan in Brussel over 2 weken. Dat is wel belangrijk eventjes, want je hebt al geschetst, maar dat moet je misschien nog even doen. Er is niet 100% consensus nodig van alle leden. Ja, dat is een beetje merkwaardig. Omdat er geen officiële procedure bestaat voor de benoeming van de secretaris-generaal. Dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Mm-hmm. De tekst luidt dat er consensus moet zijn. Maar dan kun je natuurlijk discussiëren, wat is consensus? Ja. Is dat een compromis of is dat echt unaniem? We zullen het nooit weten, want de regeringsleiders mogen niet openbaar maken wat ze bespreken achter die gesloten deuren. Het ziet ernaar uit dat Mark Rutte het dus toch gaat worden. Dat werd natuurlijk al maanden verwacht. Alleen Roemenië moet nog even over de streep getrokken worden. Als Roemenië ook achter de gesloten deuren tegen blijft sputteren, ja, misschien dat de NAVO dan nog wat toezeggingen kan doen. Misschien heeft het land, net als Slowakije of Hongarije, ook bepaalde specifieke wensen. Dat is nu nog niet duidelijk. Maar in ieder geval zal Klaus Johannes zich officieel terug moeten trekken. Maar dat is nog niet gebeurd. Ja, in ieder geval, het lijkt erop dat er nog maar heel weinig barricades meer op de weg zijn voor Mark Rutte. Nou, hoe ziet dan verder het spoorboekje eruit voor Rutte? Ja, dat is wel opmerkelijk. Ik zei het eerder vanmorgen al. Eind volgende week, is er nog een Europese top op 27 en 28 juni. Dus donderdag en vrijdag. Daar wordt in theorie, althans dat staat waarschijnlijk op de agenda, de namen besloten van de Europese Commissie, de Europese Raad, de voorzitter van het Europese Parlement. Dus een belangrijke top over de personele invulling van de Unie. Maar, en dat is echt wel bijzonder, 28 juni gaat ook meneer Dick Schoof naar de koning om kennis te maken. Dat is dan eigenlijk zijn eerste officieuze handeling als premier, zou je kunnen zeggen. En die vrijdagmiddag is Mark Rutte als premier in Brussel. Dus op dat moment, een paar uur, heeft Nederland dan eigenlijk 2 premiers. Eentje in Den Haag en eentje in Brussel. Misschien zou dat altijd het geval moeten zijn, want dat geeft de machtsverhoudingen wat beter weer. Maar dan is dat dus de allerlaatste top van Mark Rutte als regeringsleider van Nederland.
Nederland. Na bijna 14 jaar daar aan tafel gezeten te hebben. Er zal ongetwijfeld even bij worden stilgestaan. En dan, ja, dan Mark Rutte gaat dan waarschijnlijk nog met de dienstauto naar Den Haag. Hij zit er dan nog een paar dagen. En als Dick Schoof premier wordt op 2 juli... dan heeft hij meteen een paar dagen later al iets voor de boeg. Namelijk een reis naar Washington. Dat wordt dan zijn eerste buitenlandse bezoek. Hoewel, ik vraag me af of Dick Schoof misschien niet eerst toch op zijn eerste dag naar Brussel zou gaan. Want dat zou een belangrijk teken zijn naar de Europese partners toe. Maar als hij dat niet doet, dan wordt Washington zijn eerste buitenlandse reis. Op 8 juli vertrekt hij dan. Want van 9 tot en met 11 juli is de NAVO-top in de Verenigde Staten. En ja, de eerste taak, of een van de eerste taken van de premier van Nederland is dan om de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO te benoemen. En dat is toevallig zijn voorganger, Mark Rutte. Dus een, ja, een drukke weken voor de boeg. Interessant politiek spel. Maar goed, Mark Rutte die zal de zomer in ieder geval niet werkloos doorbrengen. Dankjewel. Stefan de Vries, onze Europa-correspondent.